Nou, over SolidFit, hoe dat is ontstaan, daar kan ik natuurlijk heel veel over vertellen. Maar waar het op neerkomt is dat ik wat ik bij Defensie heb geleerd en heb meegemaakt. En de interactie met je collega's, die hebben mij toe geleid om dat over te dragen naar SolidFit. Dus SolidFit is een club waarbij we door middel van mentale en fysieke trainingen in de buitenlucht, altijd in de buitenlucht, ook in de winter met -5, gaan we dingen doen. Heel simpel gezegd. En dat zijn dan wel hele fysieke zware opdrachten. En waarbij dan heel erg de focus ligt op 100% inzet, zodat je er echt vol voor gaat. Wat van je wordt verwacht bij Defensie. Doorzettingsvermogen, ook wanneer het tegen zit of wanneer het regent, dan moet de opdracht worden uitgevoerd. En kameraadschap, want het dus heel belangrijk is dat je het als team doet, want alleen lukt het echt niet. En zo zitten de trainingen van SolidFit in elkaar. En dat heeft zich vertaald in een aantal hele mooie projecten en nu ook een traject met jeugdformaat. Om dus kwetsbare jongeren die het erg moeilijk hebben, de ervaringen van veteranen over te dragen en de jongeren mee te nemen in die normen en waarden van Defensie. Zodat ze hopelijk voor zichzelf, want ze moeten het zelf doen, een betere toekomst gaan creëren.